Hoe lang weet u dat u ziek bent? Een maand of 7. Het is een reis door de woede, het verdriet en de angsten van iemand die een ernstige ziekte heeft, die nooit meer beter wordt. En die daarmee geconfronteerd wordt door haar psychiater in 6 gesprekken. Zelfs een debiel zou een dergelijke vraag nog niet durven te stellen aan de helft van een echtpaar wat altijd samen muziek heeft gemaakt. En wat ook voor iedereen duidelijk is, is dat ons seksleven verandert. Moet ik in details treden? Het gaat ook over het feit dat door de ziekte bij haar iets levensnoodzakelijk is weggehaald, namelijk het vioolspelen. En dat was haar goal in het leven, dat was haar leven eigenlijk. Op het moment dat een mens een passie niet meer kan uitoefenen door een fysieke tekortkoming, dan valt een bodem om je leven uit. Ik speelde daar vals. Daarbij is ze door de omstandigheden ook nog geconfronteerd met het feit dat ze bang is dat haar man haar verlaat, omdat hun gemeenschappelijke deler muziek was. Kinderen zouden een bindende factor in uw huwelijk kunnen zijn en voorkomen dat u uit elkaar groeit. Niets groeit uit elkaar! Alles is onder controle. Alles is volledig onder controle. Het is voor mij althans, en ik denk voor menig actrice, een van de meest boeiende en uitdagende rollen die er zijn. U weet toch wel wat multiple sclerose is, neem ik aan? Ja, natuurlijk. Dat is een ziekte die het zenuwstelsel aantast, met als gevolg een niet te stoppen verzwakking van de spieren. Precies. Je verliest je autonomie, je zelfstandigheid. En dat is sowieso met ouderdom al het geval. Maar met elke ziekte waarbij je niet meer alleen kan functioneren, ben je overgeleverd aan de genade van anderen. Oké. Hij vindt haar een ontzettend interessante vrouw en is ook best trots dat zij bij hem in therapie komt. Tadaa. Nou, ziet u? Uitgerekend nu, op dit moment, gebeurt er natuurlijk... Oh mijn god. Laat mij u helpen. Ik ben wel heel trots wat we boven tafel hebben gekregen. En de snelheid die we erin hebben gekregen. En ook de relativering die erin zit. Want er wordt ook nog best in de zaal vrij veel gelachen. De irritatie is verdwenen? Ja, die is verdwenen, ja. Maar niet ten aanzien van nu. Wat dat betreft is die aanzienlijk toegenomen. Ik hoop dat ze van de spelers gaan houden. Ik hoop dat ze de spelers haten. Ik hoop dat ze compassie met ze hebben. Maar ik hoop ook dat ze denken van, oh, zeg dat nou niet. Oh, of nee, doe het nou op een iets andere manier. Wat moet een nutteloos lijf als dat van mij doen, dokter Veldman? Je kan deze situatie niet meer veranderen met vastberadenheid. Ik ben zo heftig in mijn reacties en emoties naar hem toe en ik haal hem het bloed onder de nagels vandaan. En dan moet je als mens toch wel heel sterk in je schoenen staan. Wil je ook niet bij jezelf een irritatie voelen of zelfs misschien een persoonlijke woede voelen. Zeker omdat ik een beetje de draak met hem steek over zelfmoord. Dat is bij hem een pijnpunt. Het gaat hier om een spel op leven en dood, mevrouw Abrahams. En laat ik het rechtstreeks zeggen, u bent heel dicht bij zelfmoord. Heel erg dicht. En u realiseert zich dat ook wel. Maar er zijn krachten in uw onderbewuste die u veel sneller naar de rand van de afgrond duwen dan u denkt. En moet ik dan achteroverleunen en u ten prooi laten vallen aan die krachten? Nee! We moeten onze handen ineens slaan, dat eis ik van u. Samen de strijd aangaan! Ja, Vera is een klein bosbrandje. Ik had me geen andere dame kunnen wensen. En ze inspireert, ze daagt uit en ze is klein, maar ik kan er niet omver blazen.
Die pillen hebben het effect dat u beoogde. En alles wat u doet is wat ik onderneem naar beneden halen. Wat heeft dit nou voor zin? Wat is de zin van het leven? Dat is eigenlijk de meest cruciale vraag.